Het is nog vroeg in de ochtend op het trailerpark in Kamloops als de wereldreizigers zich klaarmaken voor vertrek. Het doel is om voor donker in Squamish te zijn, het outdoor paradijs van Canada. Vandaag is echt de langste rit die we gaan doen tot nu toe. Dus het is wel weer gezonde spanning, zeg maar. Bij Sonny van Team Sunshine is er geen vuiltje aan de lucht. We gaan weer de ochtendworkout. 1, 2, in de markt, anders wordt cheap kwaad. Even later zijn Bram en Martine er helemaal klaar voor. Maar helaas is hun jongste dochter Vesper er al helemaal klaar mee. Maar niets kan de karavaan nu nog tegenhouden. En dus vertrekt de stoet kleine huisjes op weg naar de volgende stop. Op de route naar Zuid-Amerika. Als na een paar uur rijden de onvermijdelijke tankstop zich aandient, is goed te zien dat de kleurrijke huisjes een hoop aandacht trekken. Kijk, we zijn helemaal overprikkeld hier. We zijn gewoon een soort van attractie. Mensen vinden ons wel interessant. Oh, we werden vaak gefilmd. Het tweede deel van de route wordt gekenmerkt door steile hellingen. En omdat de kleine huisjes van zwaar massief hout zijn, maakt Ferry zich best wel zorgen. Dit wordt per slot van rekening pas hun vierde rit. Ook Lianne en Rienke willen elk onnodig risico vermijden. En daarom geeft Lianne haar beurt om te rijden aan haar vriendin. Ferry besluit uit veiligheidsoverwegingen extra langzaam te rijden. Een heel eind verder is de familie Gerritsen opeens verdwenen. Incredibles liggen heel ver achter. De groep stopt om op ze te wachten en wordt totaal overrompeld door het Canadese natuurschap. Is dat niet normaal? En we niet hier gewoon ons huis neerzetten? Waarom wil je blijven? En dit is gewoon de perfecte combinatie van blauw water, ijs, bomen, alles. Alles! Life is beautiful. Inmiddels heeft Ferry de groep weer gevonden. Alleen staat hij met zijn combinatie half op de weg. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de medeweggebruikers die dat duidelijk laten merken. Wacht even, wat gebeurt daar? Ja, we zijn denk filevorming. Ja. Jammer dan. Opschieten, we krijgen echt ruzie hier. Het geluksmomentje van Lianne is dus helaas van korte duur. Dag, mooi plekje. Nog voor het donker komen de avonturiers aan op de plek waar ze overnachten en kan het hele inparkeerritueel weer beginnen. En dat is knap lastig op een klein staplaatje. Ondanks het vroege vertrek die ochtend is het toch al bijna pikken donker voordat de kleine huisjes goed en wel op hun plek staan. Ima, laat maar staan, bro. Ik vind dat je het goed hebt gedaan, schat. Dank je wel. Gelukkig. Jij ook, Ves? Oh, ja. High five. De volgende ochtend is het gezelschap de lange rit alweer vergeten en kan het grote genieten beginnen in de heerlijk frisse Canadese berglucht. Dag meneer. Wat kosten ze? 8 euro. 8 euro, wat een dure bramen. Bij Team Sunshine houdt Sonny er zo zijn eigen ochtendritueel op na. Oké, kom weer aan. Let op. Sonny en JD werken sinds vorige week samen met modelfamilie Gerritsen. Ze hopen geld te verdienen door foto's voor op social media te verkopen aan attracties langs de route. Deze week proberen ze hun geluk bij een prachtige kabelbaan. Stap 1 is nu om voor iedereen gratis kaartjes te scoren. Maar dan gebeurt in Sonny's ogen het onmogelijke. De Bali-medewerkster is helemaal niet onder de indruk van hun verkooppraatje en laat de deal aan zich voorbij gaan. Helaas. Maar om $50 per persoon te betalen en we zijn met 7 mensen, is gewoon $350. Dat past niet echt van het budget. Terwijl Sonny de onverwachte afwijzing moet verwerken, gaan Lianne en Rienke de Canadese natuur in. Het continue optrekken in groepsverband begint ze op te breken. Oh, lekker joh. Kijk nou eens even. Dit is toch een fotomomentje, meid? Dit is een fotomomentje. Dat is mooi. Wauw. Bram en Martine werken aan een plan om zoveel mogelijk lokale sponsors te vinden voor hun pop-up restaurant. Dit keer willen ze aankloppen bij de plaatselijke bierbrouwer. Nou, dat wordt een gezellig avondje. Nou, dat is toch geniaal. 3 kratjes bier. Dat zijn kratjes. 2, 4, ja, 24. 2, 4, 6. Zo, lekker 3 kratjes bier. Oh, dat wordt rijk. Ferry Gerritsen en zijn zoon Boas bereiden zich alvast tot in de puntjes voor op de overtocht naar Vancouver Island.
Niets wordt aan het toeval overgelaten en meten is weten. Toch is Ferry nog niet overtuigd en besluit hij alvast naar de ferry te gaan. Op ruim een uur rijden. Maar voor vertrek zorgt hij ervoor dat de verdere organisatie van de reis niet stil komt te liggen. Dus wij gaan zo meteen richting Vancouver rijden. Dus gaan we even kijken of we iets kunnen regelen met die boot. Ja. Jullie gaan op zoek naar een camping. Ja. Toch? Oké, top. Sonny heeft het ondertussen ook erg druk. Hij heeft een ontdekking gedaan en dat moet worden gedeeld met de wereld. Ik maak een leuk filmpje voor op Instagram. Het gebeurt toch niet vaak dat zo'n beestje gewoon zo rustig blijft poseren. Bij Lianne en Rienke begint het sturende gedrag van reisleider Ferry behoorlijk op de lachspieren te werken. Ferry had me net gebeld omdat hij wilde vertellen wat hij was dus daarheen gereden. Was een paar keer was hij verkeerd gereden. En hou op! En toen... vertelde Ferry dus dat het best wel goed was dat hij er een keer heen was. Wat is er nou? Wat ik denk wat gewoon de beste strategie gaat worden. Dus dat we ons gewoon niet gek laten maken. En dat we gewoon lekker ons eigen ding blijven doen. Ja, ik vind het allemaal... Ik vind het overgeanalyseerd wordt. Ik vind het gewoon allemaal overanalyseren. We gaan gewoon opstaan wanneer we volgens de planning moeten opstaan. Ja, maar dus wij bewegen gewoon lekker mee. Ja. En het maakt gewoon eigenlijk allemaal precies niks uit. Volgende week in Wereldreis op Wielen pakt Regel 1 Ferry wederom de leiding. Ik heb de route gekeken, als we naar de Lower Falls lopen, kan je er overheen. Nee. En dan vanaf de Upper Falls weer terug. Ja. Ik neem een rol gewoon, Vermaken Lianne en Rienke zich kostelijk met z'n tweetjes. Ja, kijk, daar is die. Dat is een walvis. Maar de rest dobbert uren en ziet niks.